Een ander jouw rekening laten betalen. Dat kan via deze site. Als u wist dat er bij u om de hoek iemand woont die door bijvoorbeeld een ziekte in inkomen is achteruit gegaan en daardoor de schoolreis voor de kinderen niet meer kan betalen, zou u dan willen helpen door het financieren van de schoolreis? Al 41 arme mensen staan er op de site, anoniem. Niemand durft voor de camera, behalve Helma Dupont. Hallo. Ze is zelf arm en bedacht de site. En ik heb ervaren hoe fijn het is als iemand iets voor jou betaalt. Omdat je dat echt nodig hebt en het niet zelf kunt betalen. En toen dacht ik, dat gun ik eigenlijk iedereen. En toen ging ik zoeken op internet en ik vond niks. Dus toen dacht ik, nou, dan begin ik het zelf. Wij zijn mensen met moeilijkheden op financieel gebied die jouw hulp hard nodig hebben. Hoe pak je dat aan? Op deze website staan profielen waarop je kunt kijken wie wij zijn. Heb je een profiel gevonden waar je een goed gevoel bij hebt? Klik dan op de button Ja, ik wil. Ik zie hier iemand die noemt zich Ninja Turtle. Hier kun je dus meer lezen. Wat waren de keerpunten in je leven? 7 jaar geleden naar Kenton gegaan, afgekikt. Alles opnieuw moeten opbouwen. En dan zie ik dus onderaan wat voor rekeningen er nog openstaan. 100 euro huurachterstand en dat moet voor maanden betaald worden, zie ik hier. Als ik dit zo lees, komt het ook wel een beetje over als bedelen. Ja, zo kun je het zien, maar zo zien wij het niet. Om fraude te voorkomen komt de storting eerst op de rekening van de stichting. Die zorgt er dan voor dat de rekening betaald wordt. Arme mensen leren beter met hun geld om te gaan, vindt Helma niet nodig. Dat is ook een misvatting van mensen die zelf nooit in armoede hebben geleefd, dat mensen met een uitkering niet met geld om kunnen gaan. Dat is echt onzin. Stichting Steungezin.nl weet welke gezinnen uw steun nodig hebben.